We besluiten het journaal vandaag met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Geldig tot en met morgen 23 mei. De weersverwachtingen voor maandag 22 mei en dinsdag 23 mei zien er als volgt uit. In het binnenland zullen er tijdens de avond en nacht nog enkele regenbuien voorkomen. Aan het eind van de nacht zal zich in bepaalde bosrijke gebieden mogelijk nevel en mist ontwikkelen. Morgenochtend, dinsdag 23 mei, is er mogelijk een enkele regenbui. In de middag lokaal lichte, soms matige buien en enkele geïsoleerde onweersbuien. In het binnenland zijn meer zware buien mogelijk. In het hele land zullen de temperaturen variëren tussen het noordoosten en oosten. Lokaal zal er een tijdelijke toename zijn in de windsnelheid, vooral tijdens onweersbuien die oplopen tot maximaal 40 km per uur. In alle districten komen er morgen overdag perioden met onweersbuien voor en soms mogelijk windstoten. In de nacht van 22 op 23 mei zullen alle districten met uitzondering van Brokopondo en Sipaliwini af en toe lichte buien ervaren, maar verder zal het voor lange tijd droog zijn. In Brokopondo en Sipaliwini zal het tijdelijk bewolkt zijn met buien. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er meer in het binnenland plaatselijk een matige onweersbui of zware bui mogelijk zal zijn.